Geachte mevrouw Lenvering Korte, het is een bijzondere dag voor u. U sluit vandaag uw dienstverband af en u gaat met pensioen. Hoewel er natuurlijk dagelijks mensen met pensioen gaan, vonden wij eigenlijk dat dit wel iets bijzonders was. U heeft namelijk een 50-jarig dienstverband volgemaakt. En niet zomaar een beetje vol. Alsof uw inzet voor de zorg daarmee nog niet genoeg is geweest, bent u ook al jaren vrijwillig betrokken bij allerlei zorgtaken, zowel op de Hafkamp als elders. En u begon met werken toen u 17 jaar was. Eigenlijk kon u vanwege uw leeftijd vorig jaar al met pensioen, maar nee, de 50 gaan we volmaken. In dit 50 jaar heeft u zich volledig ingezet voor de zorg van de bewoners. U bent een harde werker met respect voor iedereen. Zoveel inzet, daar wordt gewaardeerd. Dat wordt zelfs zo gewaardeerd dat het een koninklijke onderscheiding waard is. Ik heb de eer u te mogen mededelen dat de zijde Majesteit de Koning heeft behaagd u te benoemen tot lid in de Orde van Oranje-Nassau. Voordat we op gaan spellen, zeg maar, dan laat ik toch aan Ina doen. Ik zal even de zaal laten zien. Oh, dit is dus waar het nu om gaat vandaag. Ah. Ja. Je hebt het verdiend. Bedankt, hè? Harte gefeliciteerd. Dank je wel, hoor. En ook nog zoals een mooi bosje bloemen namens het college. Alsjeblieft. Dank u. Ja. Ine Lenvering, je bent zojuist koninklijk onderscheiden. Wat doet dat met je? Ja, ik ben zo onder de indruk dat ik gewoon even moet laten landen wat me nou gebeurt in mijn leven. Dit had ik niet kunnen denken. Ik had zoiets, nou, wat ik allemaal heb gedaan, dat gaat vanzelf. Daar hoef ik niet koninklijk voor, geen onderscheiding voor te hebben. Maar helaas, nou, bijzonder dat dit gebeurt, hè. Ja, ik zal het ook zeker met ere dragen. Want ik ben wel erg koninklijk gezind, dus pas wel bij mij wat dat betreft. Ja, en ja, 50 jaar, dat is wel hele lange tijd. En dan in de zorg, zo lang daar werken. Hoe heb je dat al die jaren kunnen volhouden? Ja, met veel liefde. En als je veel liefde geeft, krijg je het ook terug. En met die verstandshouding heb ik altijd de zorg gedaan. En de passie. Ik heb de passie voor zorg. Alles wat om me heen is, daar zorg ik voor, hè? En het is zo fijn dat ik gezond, en ik ben heel dankbaar dat ik gezond ben gebleven om het 50 jaar te kunnen voltooien. En een koninklijke onderscheiding. Dat is het dat moet nog helemaal aan wennen aan dit woord. Ik vind het zo bijzonder, echt. Ik hoop dat jullie kunnen begrijpen dat me dit overvalt mij.